De regering van Suriname zal bij de behandeling van de Brokopondo-overeenkomst in het parlement een zakelijke aanpak hebben. Dit beloofde de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de eerste ronde van de beantwoording van de regering. De beraadslagingen gevolgd, de verschillende betogen van uw college aan weerszijden, voorzitter. En in tegenstelling tot wat eerder is afgesproken, heeft de regering toch behoefte om bij monden van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen wat inleidende statements te maken. Voorzitter, maar alvorens we daartoe overgaan, vraag ik u mij in de gelegenheid te stellen om in zeer algemene aard 2-3 opmerkingen te maken. Voorzitter, gisteren heeft een lid van u hier aangegeven van wij zijn de wetgevers en de regering moet naar ons luisteren. Voorzitter, met uw toestemming, artikel 70 van onze grondwet geeft aan de wetgevende macht wordt door de Nationale Assemblée en de regering gezamenlijk uitgeoefend. Dus wanneer er wordt gevraagd en gezegd, wij zijn de wetgevers en dat bedoelt het lid, het parlement, en de regering moet naar ons luisteren, dan zeggen we ja. We weten dat we hier komen om verantwoording af te leggen en dat doen we volgaande en we luisteren naar het parlement, beide kanten. Maar we vragen via u ook aan het parlement om naar de regering te luisteren. In mijn vorige positie heb ik vanaf we bezig zijn met de Alcoa-kwestie, heb ik steeds gezegd, dit onderwerp, de aanpassing van de Brokopondo-overeenkomst, de relatie Suriname-Alcoa/Suralco wordt onnodig in een controverse gebracht. Het wordt onnodig controversieel gebracht. Het wordt zodanig gebracht, voorzitter, alsof je een groep bad guys hebt en een groep good guys. En inderdaad, de 2 dagen hebben we allerlei dingen aan ons hoofd geslingerd gekregen als regering, voorzitter. En er wordt, zoals gezegd, voorzitter, wij zijn de goede en er zelfs gezegd, bepaalde juristen behoren tot de good guys. Andere juristen of deskundigen behoren dan zogenaamd tot de bad guys. Voorzitter, ik doe een beroep op u en op uw college dat we de behandeling weghalen uit de controversiële sfeer. Wanneer we praten en ik denk dat de oppositie, lid Rusland is hier, hij is minister NH geweest, dat hij niet kan stellen dat hij alles 100% goed heeft gedaan, voorzitter. Andere ministers van NH ook niet. Er zijn momenten geweest inderdaad in het verleden waarbij we kansen hebben laten liggen. Als we serieus zijn wat we zeggen, beide kanten, voorzitter, en de regering, dat we het belang van Suriname voor ogen houden wanneer we dit bespreken, dan is het goed dat wij ook de handen in de boezem steken wanneer wij steek hebben laten vallen en dat ook aangeven. Vanuit de regering, voorzitter, spreken we de hoop uit dat vanuit de ideeënbotsingen die we hebben, regering met coalitie, regering met oppositie, regering met college, dat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan en waar we zien dat er aanpassingen moeten komen in wat nu op tafel ligt, dat we dat eenvoudig aanpassen zonder controversiële dingen van good guys en bad guys, voorzitter. Voorzitter, laat me beginnen om mijn waardering uit te spreken over, voor het resultaat welke is neergezet door de mensen of het team welke de onderhandeling heeft gevoerd met een gigant als Alcoa. Want de afgelopen dagen heb ik dat steeds gemist. En er wordt erover gesproken alsof het werk dat mensen met risico voor kritiek op hun en hun generaties na deze op zich hebben genomen om deze gesprekken te voeren met Alcoa Suralco. Het resultaat daarvan, voorzitter, is naar mijn inschatting
niet excellent, maar vormt een goede basis om deze deal af te wikkelen. Ze hebben een goede job gedaan, voorzitter. Omdat als u nagaat, zoals door veel leden uit het parlement is aangedragen, een overeenkomst welke ongeveer 60 jaar terug is getekend, in een bepaalde sfeer, onder bepaalde omstandigheden, om deze te beëindigen in een andere tijd en andere omstandigheden waarin we leven, dat toch wel vraagt een stukje ervaring, deskundigheid, geduld, begrip, context om deze afspraken tot een goed eind te brengen. Voorzitter, er is hard gewerkt, informatie verzameld, veel leeswerk, geschreven, vertaald, begrepen, interpreteren, bespreken, opnieuw bespreken, om tot een vergelijk te komen. Het lijkt simpel, het lijkt eenvoudig, maar het neemt toch wel wat van een individu om op zo'n manier bezig te zijn. Meer nog als u weet dat hetgeen waar u goedkeuring aan zal geven, zijn weergang, de echo, jaren na vandaag nog hoorbaar of merkbaar zal zijn. En daarom een woord van waardering voor de mensen die hebben ingestemd om deze onderhandeling op te pakken en de gesprekken te voeren. Voorzitter, zoals ik zei, niet perfect, maar voldoende basis om samen na te gaan waar er zaken zijn die nadere aandacht, discussie, herformulering behoeven om deze aan te pakken. Vandaar ook vanuit het ministerie het moment dat ik besloot om mij hiermee bezig te houden, immers, ik kan ook niet anders, als ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, valt deze kwestie onder mijn verantwoordelijkheid of binnen mijn verantwoordelijkheid. Maar meer nog, de verdediging en afhandeling ervan zal ondergetekende ook zijn handtekening plaatsen. En we hebben intensief gesprekken gevoerd. We hebben gekozen voor de weg van dialoog. Gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders, zoals ik eerder aangaf. Ook met de deskundigen van het parlement, samen met de commissie van rapporteurs, om de pijnpunten die er waren door te praten, om te komen tot overeenstemming. Voorzitter, ik kan hier aangeven dat als regering het traject, zoals mijn collega minister Misikaba heeft aangegeven, is ingezet en er een heleboel controversie en long the ways ontstaan over dit onderwerp. Gevoed, bewust of onbewust, vaak met een ondertoon dat gevoed wordt uit emoties, weinig rationeel. Anderen hebben politiek ermee willen scoren, zonder dat we beseffen hoeveel tijd we hebben verloren en welke schade we onszelf en het land hebben toegebracht. Maar voorzitter, nogmaals, ik ben niet hier om mensen te verwijten. En God geeft me wijsheid en kracht om het persoonlijk te maken. Maar om te praten over de resultaten, de feiten waarover we moeten dealen om hieruit te komen.
We gaan niet heronderhandelen, voorzitter. Het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandeling te starten zoals geopperd is door sommige leden uit het geachte college. Maar we gaan wel praten over de punten, specifieke punten, waar er verwarring, misconceptie, misvattingen zijn, verschil van inzichten, om die op te lossen. En daar is er een voorstel gedaan om deze misvattingen te vervatten in een protocol, transactieprotocol, welke zal verduidelijken waar de breekpunten zijn. En voorzitter, ik wil u garanderen dat wanneer we gaan afbakenen en met mijn betoog vandaag, wil ik zonder dat ik voor het parlement een werkwijze wil bepalen, voor mezelf ook wel een kader creëren waarbinnen ik deze discussie met het parlement wil aangaan. Over de feiten, over de issues. Ik wil de discussie in een bepaalde richting duwen, waarbij we gaan praten over waar staan we nu en hoe gaan wij verder. Omdat er een aantal feiten zijn, ongeacht wiens verantwoordelijkheid dat is geweest, die wij niet meer zullen kunnen beïnvloeden om daarin verandering te brengen.